Hoi, ik ga vandaag de serie Afrikaantjes zaaien laten zien. Ik heb in totaal dus 10 Afrikaantjes gezaaid en je kan hier dus 9 Afrikaantjes zien. 1 Afrikaantje was niet opgekomen en die heb ik ook maar gewoon zo gelaten. In de vorige afleveringen heb je dus kunnen zien dat ik op 3 verschillende manieren heb gezaaid. Toen ik had gezaaid in de wc-rolpotjes, nou die staan dus al in de potje. Die heb ik dus al verpot in deze potten. Ik had gezaaid op wc-papier, nou dat was dus ook hartstikke goed gegaan en heel erg snel. Dat heb je in de vorige afleveringen kunnen zien. Die staan ook al in de potjes. En nu is wijze 3 er ook klaar voor om in de potjes te gaan. Dat ga ik dus in deze aflevering laten zien. Ik ga je ook laten zien hoe je het beste water kan geven en hoe je dus voeding geeft en ook wanneer je dus voeding gaat geven. Maar ik ga dus nu eerst beginnen met het verpotten van deze 3. Daarvoor heb ik dus gewacht totdat ze in elk geval hun echte bladeren begonnen te krijgen. Want dan zijn ze dus beter hanteerbaar. En het is belangrijk dat je de wortels zo min mogelijk beschadigt. Dus daar moet je gewoon wel heel erg je best voor doen. Daarom heeft zo zaaien ook eigenlijk niet mijn voorkeur. Want dat kost gewoon veel meer werk bij het verpotten. En ja, ik vind dat het zo zonde als ik dan toch de boel per ongeluk beschadig. Nou, de grond is al een beetje wel aan de droge kant. Ik moet even kijken hoe dat zo meteen gaat met het verpotten. Verder, ik heb het over het echte bladeren. Nou, dat komt omdat de eerste 2 bladparen die je ziet wanneer dus een plantje uitkomt, dat noem je dan kiembladpaar. Dat ziet er altijd ongeveer hetzelfde uit. Ook bij verschillende soorten planten lijkt dat een beetje op elkaar. En daarna komen dus de echte bladeren en die hebben dan dus de echte vormen van de bladeren die de plant dus gaat krijgen. En nou, ik ga even proberen of ik dit zo voorzichtig uit elkaar kan halen zonder dat ik de boel nu al gelijk. Het is wat aan de harde kant, dus ik hoop eigenlijk dat dit dus makkelijker werkt. Als het niet zo is, als je grond dus wat zachter is, nou ja, meestal haal ik het dan zeg maar met een lepel uit elkaar. Dan probeer ik met een lepel het dan zo eruit te graven. Maar als dit zo werkt, dan is dat ook prima. Dan kan ik het wat makkelijker zo in 3 stukken verdelen. Daarom heb ik ook aan verschillende kanten uit elkaar gezaaid. Bij Afrikaantjes weet ik dat eigenlijk elk zaad of bijna elk zaad komt altijd wel uit. Nu ook van de 10 is er dus maar eentje niet gelukt. En misschien had ik daar wel beter mijn best voor kunnen doen. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel prima. Dus dan zaai ik gewoon liever uit elkaar. En dan hoef ik dus ook niet uit te dunnen. Ik heb hier al wat grond in gedaan. En ik had dus gedacht van als het goed is, moet dit er zo verder in passen. Kijk, je ziet daar al de wortels groeien. Dus dat gaat eigenlijk zo wel heel erg goed. Nu wil ik het eigenlijk proberen zonder de boel verder te beschadigen. Nou, hij komt net tegen de rand aan. Het liefst probeer ik altijd een beetje onder de rand te houden. Maar ik wil eigenlijk niet te veel nu aan de plant gaan zitten. Dus nu laat ik het ook maar even zo. En dan ga ik dus dit verder opvullen. En dat doe ik zo meestal met een lepeltje. Totdat die helemaal vol zit. Kijk, zo is die helemaal opgevuld. Is die prima. Dan spuit ik even een heel klein beetje op de bovenkant, zodat de grond een klein beetje inzakt. Zo, maar dat is niet echt het echte water geven. Het echte water geven doe ik dan vanuit de onderkant. Ik wil natuurlijk de plant aanmoedigen om gezonde wortels te maken die goed naar beneden reiken. Dat wanneer de plant straks groot genoeg is en in de tuin kan gaan, dat die dus goede wortels heeft aangemaakt die lekker naar de grond kunnen gaan, zodat die zichzelf prima kan redden in de tuin. Om dat dus te bereiken ga ik van de onderkant water geven. Ik ga dus hier in een bakje ga ik wat water doen. En zo gaat hij in het bakje. En dan gaat hij dus, omdat hij dus gaten aan de onderkant heeft, gaat hij zelf zijn water opzuigen. En dan zal er dus meer water aan de onderkant zijn en wat minder vocht aan de bovenkant. En als de plant dus een vocht wil hebben, gaat hij dus verder naar beneden. En dan gaat hij dus gezonder groeien. Nou,
Zolang als dat de plant nog niet echt heel veel echte bladeren heeft. Kijk, ze zijn nog hartstikke klein. Die zijn ook nog erg klein. Gaat hij alleen nog maar water krijgen. En zodra ik zie dat het potje dus uitdroogt. En het hangt van de plek af waar die bij jou staat. Staat hij dus in het raamkozijn. Dan zal hij wel wat sneller uitdrogen. Omdat ik mijn planten ook overdag gelijk zodra het 10, 11 graden buiten is. Gaan deze Afrikaantjes gaan dan dus buiten staan. En daar staat hij eigenlijk niet de hele dag in de zon. Maar vooral 's middags de hele middag in de zon tot aan de avond, maar dan droogt de grond wat minder snel op dan dat hij de hele dag in het raamkozijn zou staan. Dus dan hoef ik ongeveer om de 5 dagen, misschien 4 als het gewoon echt heel warm is, om de 5 dagen moet ik dan dus op deze wijze water geven. Nou, deze Afrikaantjes die ik hier heb, die zijn al een stap verder. Die hebben al iets meer echte bladeren. Nog niet echt geweldig veel, maar wel iets. Dus die zou al een klein, heel piepklein beetje voeding kunnen krijgen. Echt een piepklein beetje. En dat ga ik dus zo meteen laten zien. Okay, deze gaat dus nu even wat water opzuigen. En dan ga ik dus met de volgende aan de slag. En dat doe ik dus gewoon eigenlijk op dezelfde wijze. Dan breek ik... Even goed kijken, waar zie ik de wortels? Proberen de wortels niet aan te raken. Dan breek ik hem zo door midden. Kijk, je ziet, er zijn geen wortels. Oh, daar is wel een wortel. Daar komt net 1 worteltje uit. Daar vandaan. Hier zie je dat. Maar als het goed is, heb ik zo min mogelijk schade toegebracht. Dan kan hier, moet ik even een beetje meten. Dan kan hier een klein beetje grond in. En dan kan dit stukje er ook in. Kijk, en de laatste 2 plantjes zijn ook nu mooi gepot. Dus dat is dan prima zo. En dan kan deze... Kijk, je ziet dus, hij heeft al het water heeft hij dus al opgehaald. Dus nou, volgende ook. Zo, een laagje water erin. En dan kan je een beetje zien. Kijk. Een laag water erin. Het komt ongeveer tot hier, heb ik aan water erin gedaan. En nou gaat hij dat dus ook helemaal opzuigen. En dan straks ook de volgende. En als het goed is, over, nou ja, het zal wel 4-5 dagen zijn. Soms een week, hangt ervan hoeveel zon er buiten op de plantjes is geweest. Dan kunnen ze dus zo er mooi tegenaan. Nou. Dan ga ik nu even door naar de andere plantjes. Want deze plantjes die hebben nog geen echte bladeren, zoals je kan zien. Kijk, deze al wel, maar die is net verpot. Dus die ga ik nu niet gelijk voeden. Die gaat echt alleen maar water krijgen. Maar deze plantjes die al wel echte bladeren hebben, die mogen een heel klein beetje voeding hebben. Die niet, die sluit ik even buiten. Die heeft echt nog maar hele piepkleine blaadjes, dus die gaat echt puur en alleen water krijgen. Dus de plantjes met al wat grotere echte bladeren, die gaan voeding krijgen. Daarbij heb ik, moet ik er wel bij zeggen, als je hier kijkt, zie je dat ze een klein beetje water al hebben gekregen. Ze waren echt kurkdroog, de grond was echt kurkdroog. Dus dat betekende dus dat ze dorstig waren. Maar ik ga dus niet plantjes met voeding doen vanuit een kurkdroge stand. Dat is niet zo heel erg goed voor de plantjes. Want dan kunnen de wortels die kunnen daardoor verbranden. Dus ik heb ze een uur geleden heb ik ze een heel klein laagje water in de bak gedaan. En ze dat een beetje op laten zuigen. Zodat ze dus de grond ietsje vochtiger wordt. En nu kunnen ze dan dus voeding gaan krijgen. Nou, voeding krijgen doe ik altijd op de volgende wijze. Ik pak een container, in dit geval een emmer. En dan ga ik kijken hoeveel liter erin kan. Hier gaat 1 liter in. Nou, dat heb ik dus ook al met 1 liter water gevuld. Ik pak dan mijn voeding. En op mijn voeding staat dat op 2 liter water... Moet ik even heel goed kijken nog een keer. Op 2 liter water doe je een halve dop. Nou, voor 1 liter water is dus 1/4 dop. Maar dat is een normale hoeveelheid. Dat doe ik dus nooit voor mijn babyplantjes. Dit is een babyplantje. Bij mijn babyplantjes doe ik eigenlijk dus in plaats van een kwart dop, doe ik druppeltjes. Echt heel klein beetje. Dus ik ga even, wacht even, ik kan dit niet zo heel goed terwijl jullie meekijken. Dus moet ik even zo meteen maar even laten zien. Daarvoor staat mijn camera net iets te laag. Ah, dat is te veel. Kijk, dit is echt al te veel.
Dus echt druppeltjes. Want ze hebben echt heel klein beetje. Hier, kijk. Druppeltjes. Het is echt heel weinig. Dan pak ik weer hup erbij. En dan zo. En dan echt een heel klein beetje. Zo. En dat ga ik dan roeren. En dat is dan eigenlijk wat ik dus aan mijn hele piepklein jonge plantjes geef. En hoe groter ze worden, hoe meer druppeltjes ze krijgen. Totdat ze uiteindelijk toch wel een wat flinkere plant worden. Ongeveer zo. En dan kunnen ze bijna de hoeveelheid krijgen. En eigenlijk krijgen ze dus de juiste hoeveelheid. Dus echt een kwart dop op een liter. Krijgen ze dus eigenlijk pas als ze in de tuin uitgeplant zijn. Dan zijn ze echt al groot genoeg. En dan krijgen ze ook gelijk vanuit de gieter. Dan gaat er veel meer in mijn gieter. En dat kan ik dan in één keer. Kan ik een normale hoeveelheid aanleggen voor al mijn grote planten. En dan kunnen ze dus genoeg krijgen. Maar zolang ze dus nog kleintjes zijn, krijgen ze echt druppeltjes. En zodra ze groter worden, ietsje meer druppeltjes. Nou, dat doe ik dan dus zo. Emmer erbij. Huppakee. En dit mogen ze dan opzuigen. En dat is het. En wat ik wel vaak doe, is de bovenkant. Kijk, op het moment dat het echt kurkdroog is geweest. En dit is ook kurkdroog geweest, want ik was even van het weekend naar mijn moeder toe. Dus ik heb mijn plantjes echt aan hun lot overgelaten voor het weekend. En dat met het warme weer buiten. Of nee, ze stonden binnen in het raamkozijn. Dus nu doe ik een heel klein beetje even op de bovenlaag. Omdat die dus echt zo kurkdroog was. Oké, en dat was het. Ik laat het gewoon eventjes zo een kwartiertje staan. En daarna haal ik ze eruit. En meestal gebruik ik een deksel van iets. Als ik ze er dan uithaal, dan zijn ze de potjes nog nat aan de onderkant. En dan laat ik het gewoon even zo uitlekken op een deksel. Goed, de plantjes kunnen er nu zo heel lang tegenaan. En op een gegeven moment dan... moet ik even kijken welke kan ik optillen. Op een gegeven moment als ik zie dat het al wat flinker is geworden. Ik denk, nou jij past wel al aardig mooi in je potje. Dan til ik hem op en dan kijk ik aan de onderkant. En als ik al aardig wat witte wortels hier tevoorschijn zie komen. En dat ze eigenlijk zelfs de neiging hebben om eruit te willen groeien. Nou, eigenlijk zodra ik er flink wat hier zie komen. Dan ga ik ze verpotten en dan krijgen ze dus een pot van een maat groter. En dat wordt dan hun eindpot, zeg maar, voor binnen. En daarna gaan ze naar buiten. Maar dat ga ik je dus allemaal laten zien in het vervolg van deze serie. Ik hoop dat je wat aan deze beelden hebt gehad. Ik hoop dat je met me meedoet en zelf ook leuke Afrikaantjes voor jezelf aan het zaaien bent. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.